Anne Harmsma van Teunissen en Harmsma Consultancy heeft een boekwerk genaamd Van Surinaams Deviezenrecht, een oriëntatie, aan president Chandrika Prasad Santokhi overhandigd. Het boek bevat onderbouwde informatie over de Surinaamse deviezenwet. Wij hebben de volgende momenten voor u vastgelegd. President, excellentie en de governors van de Centrale Bank. In de tijd dat de deviezenwet zijn basis kreeg in de 40er jaren, was er een gouverneur die de leiding gaf aan het land. We hebben nu een president die de leiding geeft aan het land. In de tijd dat de bankwet tot stand kwam, hadden we een president op de bank. Maar nu gaat hij zich noemen gouverneur. U ziet de rollende titels en Shakespeare zei al, what's in a name. De aanleiding voor het schrijven van een boek over deviesrecht begon in 2018. De media maakte melden van deviesensmokkel. Op Zanderij werden aanhoudingen verricht, deviezen werden in beslag genomen. Op Aruba werden aanhoudingen verricht en geld in beslag genomen. In Miami werden aanhoudingen verricht en geld in beslag genomen. Amerika en Aruba op basis van money laundering wetgeving en Suriname op basis van deviezenrecht. De uitvoer en de invoer van deviezen is verboden tenzij daar een vergunning voor is. Even later zien we meer ontwikkelingen op het gebied van het deviesrecht. We zien dat er een situatie zich voordoet bij de centrale bank, waarbij de kassenreserve onderwerp wordt van forse besprekingen. We zien dat de centrale bank ook onderwerp wordt van de bespreking van banknoottrading, waar zaken mis zijn gegaan. We zien dat op Schiphol valuta uit Suriname afkomstig in beslag wordt genomen waar rechtszaken over worden gevoerd. We zien dus een aantal zaken die beroering in de economie veroorzaken, vooral in de economische en monetaire economie, vraagstukken die aan de orde komen en veel dingen die men niet begrijpt. We zien op het gebied van de rechtsontwikkeling plotseling een zogenaamde valutawet verschijnen die onderwerp wordt van forse besprekingen en opmerkingen van de rechterlijke macht. Twee kantonrechters gaan over die valutawet een oordeel vellen dat die eigenlijk niet toegepast kan worden. En zo zien we een aantal zaken in het land zich ontwikkelen. Ik denk dat met uw toelichting heel duidelijk heeft aangegeven dat er naast zoveel andere soorten van recht wat we kennen in Suriname nog een deviezenrecht is wat tot nog toe onvoldoende belicht geworden is. En voor zover het wel belicht geworden is, dan is het in de vorm van net wat u noemt de verschillende beschikkingen, de verschillende maatregelen, de verschillende separate wetten die allemaal gemaakt zijn, waarvan we hopen namelijk dat ze allemaal in samenhang zijn en dat allemaal in ieder geval het kader kunnen vormen van het deviezenrecht. En het is bijzonder belangrijk dat we dit boek op dit moment krijgen. Bijzonder belangrijk, we hebben een heleboel discussie gehad. Ik heb ook persoonlijk telefonisch met u gesproken over de wet die behandeld zou worden in het parlement, de wet op de geldtransactiekantoren. Ja, met die inzichten zijn er heel wat dingen ook gewijzigd in de wet. Dus wat er nu overgebleven is, namelijk dat je gewoon, als je een geldwisselkantoor, transactiekantoor wil, dan moet je vergunning hebben. En zij die geen vergunning hebben, die worden dan aangepakt. Inderdaad, moet het bijdragen tot een stukje regulering, een stukje ordening. Maar we weten dat er nog veel meer moet gebeuren. De governor is hier, dus hij kan zelf aangeven
hoe het staat met onze divisiesituatie. Het enige wat ik weet als president, dat het zeer precair is. De monetaire reserve bij de centrale bank, de internationale reserve, bijna uitgedroogd. Aan de andere kant zien we wel een grote hoeveelheid deviezen daar op de markt. In de Surinaamse samenleving, bij individuen, bij instituten. En wat op zich weer een enorm veel werking heeft, invloed heeft naar de totale economie. Ik weet niet of we hier zelfs kunnen stellen dat er meer geld buiten de centrale bank en de deviezenbanken zitten. Daar in de samenleving. Een viervoud. Een viervoud, ja. Een viervoud. Dan ziet er al namelijk hoeveel impact dat heeft op onze economie. En daarvoor zitten we als nieuwe regering. Om dit probleem structureel, grondig, nationaal, internationaal aan te pakken. Deze week is heel cruciaal. Heel cruciaal voor Suriname. Of we overeenstemming bereiken met IMF. Ik ben hoopvol gestemd. Op basis van de laatste berichten die ik gehad heb. Maar dan zitten we nog met de overeenstemming die we moeten bereiken met die bondholders. Van de 675 miljoen zogenaamde Oppenheimer leningen. Waar de bondholder moet beslissen of ze ons nog ruimte gaan geven. Om dit probleem van terugbetalen op een ordelijke wijze op te lossen. We hopen dat het gebeurt. Wij zetten alles in om ook dit opgelost te krijgen. We zijn een regering die garant staat voor terugbetaling van alle schulden, alle rente. Alleen aan de andere kant vragen we ook aan schuldeisers, geef me even ademruimte. Dit zijn de cijfers die we hebben binnen onze economie. En op basis van deze cijfers hopen we dat u begrip heeft in welke situatie we terecht zijn gekomen. Maar dat er momenten gaan aanbreken, zeker niet lang na dit moment, komende jaartjes, dat we dan volledig als land in staat zullen zijn om alle schulden af te lossen. Dus dat is die uitdaging die we op dit moment hebben, deze week hebben. We gaan van dit boek goed gebruik maken. Ik hou van dunne boekjes. Ik lees het in één keer doorheen. Van die dikke moet ik een paar dagen er doorheen doen. Maar het zal bijdragen aan de bewustwording bij monetaire autoriteiten van wat het deviezenrecht is. Wat het inhoudt en hoe alles wat we ontwikkelen aan regelgeving moet passen binnen het deviezenrecht. En uiteraard hoe dit recht zich verhoudt met de andere rechten die allemaal ontwikkeld zijn in dit land om een stukje ordening in de samenleving te brengen. Zeer veel dank voor de tijd, die moeite die genomen om dit boek te schrijven voor ons volk. Ik wil toch beginnen de heer Anne Harmsma te complimenteren met deze mijlpaal, maar vooral verrijking van het deviezenvraagstuk in ons land. En terecht werd gememoreerd, het gaat ver terug, omdat we als klein land altijd te maken zullen hebben met het deviezenvraagstuk. Een vraagstuk, en ik hoorde de president het al zeggen, iedereen en zelfs kinderen. Die kleuters houden zich bezig met deviezen tot aan ons, wij allemaal ouderen. Heel belangrijk. Deviezenrecht, moet ik zeggen, ik vind dat fantastisch als basis voor het deviezenvraagstuk. En in uw boek zegt u een oriëntatie. Het boek, denk ik, kan ik u nu al vertellen, zal verplicht voor heel veel medewerkers van de bank gelezen moeten worden. Want dit is meer dan een verrijking. Ik beschouw dit ook als een belangrijke ordening van het deviezenrecht in ons land. En dit was een dringende noodzaak. Hartelijk dank hiervoor, Anne. Het is, zoals ik al heb gezegd, meer dan een verrijking voor ons land. Ik zou willen zeggen, bij deze,
Ik hoop dat daar waar we je nog nodig mogen hebben op het stuk van het deviezenrecht en daar waar het raakvlakken heeft met het bredere deviezenvraagstuk van ons land, want dat is natuurlijk veel breder, dat we toch nog een beroep op je kunnen doen. In een voorgesprek heb ik begrepen dat je dat beperkt wil doen, maar je begrijpt vanzelf dat met zo'n uitdaging en oriëntatie, dat het vanzelfsprekend zal zijn dat wij waar nodig weer een beroep op je zullen doen. Met de ervaring die je hebt gehad in de afgelopen jaren, kunnen we je niet zo in de steek laten met die kennis. We zullen terug bij je komen. Hartelijk dank. En nogmaals, proficiat met ditgene wat je voor ons land tot stand hebt.